is van wie gaat voor. Ik hou de kooi 7-34, maar toch staat achter me stil op 7-5. Hoe heet je? Ik ben Rosine Holder. En welke club? Van Haag Atletiek. En waarom atletiek? Waarom atletiek? Ik doe het eigenlijk al vanaf mijn zesde. Ja. En ik doe met name eigenlijk hoorden hoor. Dus natuurlijk vandaag de sprint. Ja. Maar omdat daar gewoon zoveel avontuur in zit, het is echt mijn passie gewoon geworden. Oké. En hoeveel keer per week train je? Bijna elke dag, behalve op donderdag. Ja. Dus veel. Ja, en wat doe je daar? Dat is heel gevarieerd. Dus eigenlijk houden we een beetje de skeur aan. Ja. Snelheid, kracht, uithoudingsvermogen en rust. Ja. Dus dat is gewoon per dag is dat gewoon goed ingedeeld. Ja. Dat je niet twee keer snelheid achter elkaar doet, zeg maar. Oké. En wie is de trainer? Christina Tammega. Ja. En Ineke Bons. Oké. En hoorde is je favoriet, hè? Ja. En ben je kampioen daar? Ja, vorig jaar ben ik Nederlands kampioen. Afgelopen jaar in 2004, 2005. Ja. En 2011 en 12. En nu, je leeftijd nu is? Welke? Ja, is oud, 30. Oké. Okay. Maar ik begin nu pas. Oké. Okay. En wat is je droom met het atletiek? Uiteindelijk doel is toch wel de Olympische Spelen te halen over 3 jaar. Ja. En Nederlands record pakken met de horde. Dat kan, hè? Ja, dus in principe wel mogelijk althans. Oké. Okay. We gaan ervoor. En hoe ging je vandaag? Ik had begonnen met een PR. Ja. En de finale was ietsje slordiger. Ja. Dus op zich ook niet ontevreden. Oké. Hey, bedankt hè. Ja, is goed.